Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed. Ik weet wel waar ze wonen, want je kunt het zien als je de letters van hun naam omdraait. De waarheid is een raadsel en het gaat als volgt. Is een goede vriend, maar altijd te laat. Ik heb een eigen flat, ik heb de radio aan. Het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI. Een tijdje terug reed ik een fietser dood, maar gelukkig heeft geen mens me gezien. Het komt maar zelden voor dat ik een zin afmaak en je maakt mij echt niks wijs. Het noodlot is een raadsel en het gaat als volgt. Het kost je niks en toch altijd prijs. Als ik uitga ben ik een fotograaf en ik ben schrijver als ik vrienden bezoek. Op het ogenblik zit ik heel even zonder werk, maar binnenkort begin ik aan mijn eerste boek. In de spiegel neem ik soms alvast de pose aan voor de foto op de achterkant. Dromen zijn een raadsel en het gaat als volgt. Het smelt in je hoofd en niet in je hand. Ik ben een grote man van 50 jaar. Vandaag knipte ik een muis in twee en die naaide ik toen mooi maar weer aan elkaar. En soms vanuit een hoek kijken wij dingen aan, vanuit de schaduw van de kathedraal. Alles is een raadsel en ik weet nog niet in wat voor vorm en in welke taal. Mijn vrouw en mijn oude handen trillen heel de dag. Beneden kun je kaarten bij de automaat, alhoewel dat van mijn dochter niet mag. Dan zeggen ze dat ik zo goed de kaarten schud en dan lach ik elke keer maar weer mee. Ik ken een raadsel over eenzaamheid en het gaat als volgt: wat doet pijn en telt voor twee.